De leerlingen leren dat de geschiedenis zich steeds herhaalt, maar dan steeds op een andere manier. Ik heb voor jullie een foto uitgekozen. En dat is een foto van wat, Julian? Wat zie je? Een huis. Een huis, ja. Van wie zou dit huis kunnen zijn? Heel goed. Willem-Alexander wordt er al geroepen. Juist, het is het huis in Mozambique van Willem-Alexander. Het huis is niet meer van hem. Het heeft te maken dat er heel veel kritiek kwam op dat huis. En daar laat ik het hier even bij. Hij komt zo weer terug, die foto. Wat gaan wij doen? Ik ga jullie martelen met welk woord weg. Dus voor de herhaling. We gaan vandaag vooral het verschil tussen de macht van de koning Willem I met Willem-Alexander. En we komen bij het moeilijke woord onschendbaarheid. Wat is dat nou eigenlijk? Aan het eind van de les weet je, als het goed is, het verschil tussen de macht van Willem I en Willem-Alexander. En wat onschendbaarheid is. Als we met z'n allen gewoon gaan praten over de dingen die gewoon in het nieuws gebeuren. Haar uitleg. Omdat dat is gewoon heel overzichtelijk en ze legt het heel goed uit. Ze maakt er nooit een heel lang verhaal van, dus het is gewoon duidelijk en kort. En dat ze eigenlijk wel echt iedereen bij de les betrekt. We gaan eerst naar welk woord weg. Je krijgt van mij dit blaadje en er staan 3 maal een rij met woorden. Ik wil graag van jou weten welk woord in het rijtje niet thuis hoort. Ik wil graag weten waarom dat woord er niet in thuis hoort. We gaan het eerst, ga je het helemaal alleen doen. En daarna gaan we hem delen met de buurman of met z'n drieën. En dan ga je kijken of het overeenkomt wat je hebt gedaan. Of het heel verschillend is. En dan ga ik hem terugvragen met ons leuke systeem. Dat jouw naam op het bord komt als je antwoord moet geven. Ik vind dat wel interessant over het Koningshuis of zo. En over de politiek. De stof die ik vorig jaar niet snapte. Echt om jezelf te zijn en anderen goed te helpen. Luistert goed. Je krijgt van mij ongeveer 2 minuutjes de tijd om te overleggen met je buurman of buurvrouw wat je hebt opgeschreven en waarom vooral. Wat heb jij? Ik heb van de Tweede Kamer te maken. Omdat de anderen gewoon met de Tweede Kamer te maken hebben en de koning niet. Echt niet. De rechtsprekende macht zit juist in de Tweede Kamer, hoor. Hij gaat naar bovenkant toch niks tegen doen. Ja, maar parlement is toch met. De leerlingen samen met mij een les hebben gebouwd. En daardoor heel veel vragen gaan stellen, zodat we de volgende les daar weer op door kunnen gaan. We gaan eens even kijken welk woord er niet bij hoort. Mick? Koning. Waarom? Omdat ik dacht, de anderen hebben wel wat te zeggen over de regering en dat soort dingen. Yeah. Dus ik dacht, de koning heeft niet zo heel veel macht. Dus ik dacht, dat vind ik heel goed bedacht. De koning heeft niet zo heel veel macht, dus die koning kan eruit. Democratie, dictatuur, republiek en de rechtsstaat. Wat hoort er niet bij, wil ik graag weten. Dat het heel duidelijk is tegenover ons. Dat het altijd goed orde kan houden over de klas. Ja, dat alles eigenlijk gewoon het lesgeven. Je kan je informatie vinden in je boek. En dat kan je vinden op bladzijde 17-18. Het is van 1.2. En in de kolom van Willem 1 schrijf jij op waar Willem 1 allemaal dingen over te zeggen heeft. En in kolom 2 bij Willem-Alexander schrijf jij op wat Willem-Alexander volgens jou te zeggen heeft. Maar ik weet niet wie je hebt gezegd bij de koning, bij de eerste. Dat je de Tweede Kamer weggaat. Wat was de reden voor? We opdrachten moeten maken. We krijgen meestal 3 minuutjes zo per opdracht. Als ik dan klaar ben, dat is eigenlijk het moment. Als ze wel een lang verhaal vertelt. Het gaat over dit onderwerp waar we nu over hebben. En ik wil graag weten van Rosanne, wat doet die meneer nog meer? Hij mag wetten ondertekenen. Hij mag wetten ondertekenen. Willem I heeft meer macht dan het parlement. Ja, hij heeft meer macht dan het parlement. Bij Willem I had ik benoemde de leden van de Eerste en Tweede Kamer. Ja, hij benoemt leden van Eerste plus Tweede Kamer. Ik heb daar nog onschendbaarheid. Want die ministers zijn zeg maar verantwoordelijk voor wat hij doet. Ja, heel goed. Ministers zijn verantwoordelijk voor wat Willem-Alexander doet. Hij is ook onschendbaar. Maar dat is heel anders. De onschendbaarheid van hem bestaat uit dat hij alles mag doen wat hij wil. Dat heeft hij niet. Willem-Alexander is totaal afhankelijk van meneer Rutte.
het geschiedenis een heel belangrijk vak wordt binnen het VMBO. Even door op die onschendbaarheid. En dan gaan we terug naar dit mooie huis. Want dit huis heeft Willem-Alexander privé laten bouwen. Maar dit vakantiehuis kwam heel erg in opspraak. Maar ja, wie is verantwoordelijk voordat dit fout ging? Rutte. Meneer Rutte. Nou, Balkenende in dit geval, die krijgt benauwd. Ja, zoiets, wat gebeurt er allemaal? Er kwamen die Tweede Kamer vragen over dit huis. Willem-Alexander en zijn gezin staan constant, elke dag worden die bekeken. Dat is heel lastig. Yes? De leerlingen niet worden gezien als een pakket met beperkingen, maar als een pakket met mogelijkheden. Dat ze heel veel dingen kunnen in plaats van niet kunnen. Verschil van macht tussen Willem I en Willem-Alexander. Ik ga het even één keer terugvragen. Sander. Nou, wat ik dacht is dat Willem I, zeg maar, die had zeg maar heel veel macht. Want het parlement mocht zeg maar niks zeggen. En nu Willem-Alexander, die heeft eigenlijk heel weinig macht. Daar zit eigenlijk best wel een groot verschil tussen. Ja, het is best wel een heftig verschil. Ja, je gaat volgende keer ook zien dat Willem II het ook niet zo grappig vond dat al die macht werd afgepakt. En laatste, onschendbaarheid. Julian, wat betekent het? Onschendbaarheid is als dat iemand anders opdraait voor jouw daden. Ja, dus die koning is niet meer verantwoordelijk voor wat hij doet. Dat is eigenlijk gek. Maar ja, aan de andere kant gaan we volgende keer ministeriële verantwoordelijkheid. Dan zie je dat het ook wel heel goed is dat die koning eigenlijk niet zoveel te zeggen heeft. Ik wil jullie hartelijk danken dat meer dan de helft van alle leerlingen in het VMBO zitten. En dat daardoor het beleid ook iets aangepast zou moeten worden daarop.